Vanochtend heb ik een cameraman mee tijdens mijn woon-werkverkeer. Dus een kleine indruk in video van de Toyota GT86 TAD. Nou, als ik 's ochtends in mijn keuken sta, dan zie ik zo in het aardigje met een raampje en dan zie ik zo de contouren van deze auto. Zo'n, die lekkere bip zo over de achterwielen heen en dat knaloranje. En ja, dan krijg je zin om een stukje te gaan autorijden. Deze GT86 heeft het TRD Sport onderstel. En daardoor is hij een flink stuk harder geworden. Dat maakt het echt leuker en veel directer om hem door een bocht te smijten. Comfortabeler wordt het er niet van. Deze auto in deze versie is eigenlijk niet verdedigbaar. Hij kost €70.000 met alle opties die hierop zitten. En als je het even vergelijkt met een Volkswagen Golf GTI. Praktische auto, kun je 5 deurs krijgen, kinderzitjes achterin, allemaal prima. Net zoveel pk, die kost €34.000. Alleen die auto is wel echt een compromis. Moment, ik moet even laten zien wat hij kan. En daar zijn we weer. Ja, op de een of andere manier, Toyota maakt hele knappe auto's met prachtige interieurs. Hier hebben ze echt hun best gedaan om te kijken of er nog onderdelen uit de jaren 80 op de plank lagen. Zie je bijvoorbeeld dit klokje. Ondertussen ben jij thuis al 3 wekkers verder, maar hier zitten nog vierkante knopjes. Omdat rond zo lastig te vacuüm vormen was. Achterin passen alleen mensen die geamputeerd zijn. 2, dat wel. Maar praktisch is anders. De reden waarom deze auto toch zo aantrekkelijk is, is omdat ja, ik zit op de bodem. Ik voel alles wat de weg mij vertelt. En het is veel meer een evenement om erin te rijden. Zo'n Golf GTI is af en toe als je een keer iemand inhaalt, dan stamp je op het gas en denk je, oh ja, ik had best wel een brute auto. Met deze auto weet je dat ook bij 20 km/u. Eigenlijk wat de essentie is van deze auto is dat het geld op de juiste plekken besteed is als je echt van autorijden houdt. Dus er zit een heerlijk stuurtje, leer, ligt goed in de hand, precies het juiste formaat, schakelknop ligt goed, al dat soort dingen. Er is bespaard op alle andere materialen, want dit moet volgens mij carbon lijken. Mijn zoontje van 6 die ziet nog dat dit gewoon een stukje plastic is. Dus ja, je kunt zeggen van het had chique gekund, je kunt ook zeggen het geld is op de juiste plek besteed. Toen ik deze auto kreeg voor het eerst, toen dacht ik van, er hoeft alleen maar een drakensticker op en dan kan ik in de Fast and the Furious. Dus die kleur, die kan natuurlijk eigenlijk niet. En die dikke spoilers en dat soort dingen, ook wel een beetje overdreven. Maar het is dus het type auto waar jongetjes die van school naar huis fietsen, achterstevoren op de fiets zitten om te kijken en te wuiven. En dat is natuurlijk ook wat waard. Ga je naar de bocht of nog niet? Weet je, ik ben een man met een baard en een bril. En dit is het nieuwe flanellen shirt, hè? Het jeans shirt, het nieuwe flanellen shirt. Dus eigenlijk pas ik natuurlijk gewoon totaal niet in deze auto. Dit is iets voor jongens die, alle respect, jongens die nog bij hun moeder thuis wonen, die in de ploegendienst zitten, te veel geld verdienen en die dan op een gegeven moment zo denken, hey, ik heb €70.000, zal ik een huis kopen of een auto? Ik koop een GT86 in knaloranje met spoilers. Dus dat maakt het juist ook zo leuk. Het is een stuk kinderspeelgoed. En als je hierin gaat zitten, dan permitteer je jezelf dus gewoon om te spelen. En ondanks die baard en die bril hou ik wel heel even spelen. Volgens mij, elke volwassen man wil eigenlijk nog een autootje spelen. Ik ken niemand die niet zeg maar, zijn kinderen helpt met de Lego. Als je dat wel bent, dan ben je echt de saaiste pik die er bestaat. En in die zin maar wil iedereen als auto ook wel een stuk spelen. Onze, dat mannen altijd zo geobsedeerd zijn met auto's en precies die leaseauto moeten met die opties en die lampjes, voert allemaal terug op dat moment dat je door de kamer heen ging met je autootje. En deze auto ticks all the boxes. Dit is precies als op je buik op de vloerkleed liggen met je autootje in de hand en doen.
Zeker.